Op 17 oktober 1943 wordt op de grens van Thailand en Burma de laatste nagel geslagen in de laatste biels van een 415 kilometer lange spoorlijn die Bangkok in Thailand en Moulmein in Burma verbindt. Aansluitend op bestaand spoor is daarmee transport mogelijk over een afstand van 2000 kilometer, van Singapore naar Rangoon. De periode van de aanleg van die spoorweg, dat was het zwaarste, het moeilijkste, het vreselijkste. De meeste doden vielen, de meeste ellende. Die 415 kilometer lange spoorlijn in Thailand en Burma werd aangelegd door geallieerde krijgsgevangenen en Aziatische arbeiders. 230.000 dwangarbeiders werkten aan die lijn. Bijna de helft van hen overleefde dat niet. En er was een groep die deed anders niks dan graven delven en op de slechtste tijd. En dan lazen op een rijtje en vooral in de regentijd. Hè. Voor elke biels die werd gelegd, ligt daar een dode. De werkers voor Thailand werden per trein aangevoerd. Die voor Burma per schip. Het waren reizen naar de hel. Al vanaf het einde van de 19e eeuw probeert Japan macht en grondgebied uit te breiden. Japan richt zich daarbij aanvankelijk op Korea en Rusland, maar later vooral op China. In 1937 beginnen de Japanse strijdkrachten een grote campagne waarbij steden als Peking, Shanghai en Nanking worden ingenomen. Het wordt een oorlog die 8 jaar duurt en miljoenen slachtoffers eist. Als Europa in 1940 onder de voet wordt gelopen door de Duitse legers, breidt Japan zijn agressie uit naar de koloniën van de westerse mogendheden in Azië. Onder het motto Azië voor de Aziaten. Frans Indochina wordt bezet. Eind 1941 volgen onverhoedse aanvallen op de Britse kroonkolonie Hongkong en op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor. De Amerikanen worden van de Filipijnen verdreven en de Britten uit Maleisië. Februari 1942 wordt het onneembaar geachte Singapore belegerd. Na 7 dagen valt het eiland in Japanse handen. Voor de Britten is het de grootste nederlaag ooit. Dan en tot slot is Nederlands-Indië aan de beurt. Beslissend is de slag in de Javazee, waarbij een geallieerde vloot onder Nederlands commando wordt verslagen. Giovanni Hakkenberg is dan 18 jaar en matroos op de torpedobootjager Hare Majesteits Kortenaar. Wij vertrokken op 26e vertrokken we uit de haven. En we voeren met 18 schepen, dat weet ik wel, voeren we het zeegat uit. Ik zat in een kraaiennest bovenaan op het achterste schip. En dan zag ik al die schepen voor mij zo. Toen voelde ik me trots. Ik dacht bij mezelf, nou, welke vijand kan tegen ons op? En toen gingen we de zeeslag in. En dat was tegen 1:00 of 2:00 middags. Het kwamen steeds dichter bij de Japanse vloot. En als eerste die werd geraakt, dat was de Exeter. Omdat de Japanse vloot wist dat dat het enige schip had dat radar aan boord had. Beperkt radar. En tegen 3:30 werd, tegen ongeveer 3:30 werden wij getroffen. Wij kregen een torpedo midscheeps en we zonken in mijn ogen binnen 2 minuten. En hoe ik van het schip ben afgekomen, ik weet het niet. Ik ben gewoon de lucht ingeslingerd en in het water terechtgekomen. Maar ja, we hadden gelukkig zwemvesten aan. Dus ik bleef drijven. En het eerste wat ik deed was zo snel mogelijk naar die vlotten, want ik zag die vlotten in de verte zwemmen. En heb ik onderweg nog een paar mensen tegengekomen, maar die waren allemaal dood.
En in de ochtend, in de nacht, zijn wij opgepikt geworden door de... De Encounter? Ja, de Encounter heeft ons opgepakt. Ja. De Encounter heeft ons toen opgepakt. Ja, later is dus de Java en de Ruiter toch nog tot zinken gebracht. En op de Java en de Ruiter, daar zat mijn broer en mijn 8 neven. En die zijn er allemaal gegaan. Ongelooflijk. 8 maart 1942 capituleert ook Nederlands-Indië. De snelle veroveringen zadelen de Japanners op met ruim 200.000 krijgsgevangenen. Onverwacht, want je overgeven doe je niet, vinden Japanners. De gevangenen worden ondergebracht in kampen. Aanvankelijk dicht bij de plaats van gevangenneming. Eerste kamp in Chiang Mai. Daar werden we naartoe gebracht. En toen maakte hij eerst kennis met de bewakers. Hè? Ja. Nou, die sloegen er direct op los. En je haren gingen eraf. En alles werd je afgenomen. En er waren heel veel kampen. Ik meen dat er 4.000 of 5.000 mensen in waren. En een dag voordat ik de groep waar ik bij was, dus daar aankwam, hadden ze 2 jongens van de Atjerie. Die waren 's nachts over de Kawat geweest, over de prikkeldraad, naar hun gezinnen toe. En die werden gesnapt en die hebben ze ter plaatse voor de hele troep gefuseerd. En toen dat voorbeeld werd gesteld, toen durfde niemand meer weg te lopen. Ik ben ook nog 2 dagen uit het kamp geweest. Maar toen ik dus hoorde wat er ging gebeuren, heb ik gewoon maar niet gedaan. Want ik ga mijn familie niet in rotzooi werken. En toen werden we afgevoerd naar Batavia toe. Dat was min of meer een verzamelplaats voor om weggevoerd te worden. Nou, daar zijn we ook niet lang geweest. En toen naar de haven toe in Tanjung Priok. En nou ja, er was net een kudde schapen met allemaal bewakers eromheen. En er werd geduwd en gescholden en gedaan. Nou, en dan ging je de ruimen in. En natuurlijk staan de mensen te kijken daar. En je voelt je als een slaaf die afgevoerd wordt of er naartoe gebracht wordt. Sipke Fokkens belandt met 1000 medegevangenen aan boord van de Dainichi Maru. Het is het 10e transport met krijgsgevangenen uit Nederlands-Indië in westelijke richting. 8000 mannen gingen hem al voor en er zullen nog duizenden volgen. Felix Bakker overkomt dat een paar maanden later. Begin januari 1943 gaan 3200 krijgsgevangenen aan boord van de Van Waarwijk, een oud schip van de Koninklijke Pakketvaartmaatschappij. Je zat er helemaal echt bijna als haring in een ton daar beneden. En dat waren 2 lagen, meen ik hoor. En dat stalen ladder die naar boven ging als je daar beneden was. En als je naar het toilet wilde, dan moest je naar het dek. Dus die stalen ladder op helemaal. En dan langs de reling stonden dan wat van die houten hokjes. Nou, dat waren de toiletten. Maar het ellendige was, er waren ook al begonnen zieken te worden. Hè? Die een beetje de dysenterie kregen. Dat wil zeggen buikloop en pijn en die rotzooi moest opgeruimd worden. En die lui waren te zwak om die ladder op te komen. Het was 3-4 meter naar boven klauteren. En dan moest je toch opruimen en dat was toch ook wel besmettelijk. Dus daar begon de narigheid eigenlijk al. Het uitbreken van besmettelijke ziekten, vooral van dysenterie, is niet de enige bedreiging. Britse onderzeeboten jagen op de Japanse transporten naar en van Singapore. Vol, chopvol met krijgsgevangenen. Maar we sliepen allemaal in de ruim, hè. Dus met andere woorden, als je getorpedeerd werd, heb je kans dat je er niet meer uitkwam. Maar niemand van hun had angst, behalve wij. Wij wisten wat er ging gebeuren als je getorpedeerd werd. Wij waren wel een beetje angstig. Wij marinelui waren wel een beetje angstig. Want de Van Waarwijk is later wel getorpedeerd. Ik heb een vriend die toen ook op de Van Waarwijk zat. En die heeft toen moeten zwemmen. Maar ze hadden wel zwemvesten toen. Wij hadden het niet aan boord. We hadden geen zwemvesten. Hans Amantine was een bekende muzikant.
En die was opgeroepen natuurlijk ook militaire dienst. En die heeft gelukkig in een krijgsvangenschap zijn accordeon mee mogen nemen. En Hans Sabatini was ook in ons transport. En op een avond, ik weet nog heel goed, was prachtig, prachtig weer ook, rustig. De zee was glad. En je hoorde alleen maar de machines, boem, 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 verder niets. En ineens, het was al donker, hoorde muziek van boven. En Hans Sabatini zat dus op die balken van dat ruim met zijn accordeon te spelen. Geweldig. Ik weet niet hoe lang het geduurd heeft. Maar iedereen was echt... Het was muziek uit een andere wereld. Uit een wereld die niet, op dat moment niet bestond natuurlijk. Samen met duizenden andere krijgsgevangenen worden Bakker, Fokkens en Hakkenberg naar Singapore gebracht. De Britse kroonkolonie is het knooppunt van de Japanse scheepbewegingen in Zuidoost-Azië. Van hieruit vinden transporten plaats naar alle uithoeken van het Groot Aziatisch Rijk. De militaire basis op het eiland, waar al zo'n 40.000 Britten gevangen zitten, is het verzamelkamp. We werden toen ingeladen in vrachtwagens. En wat ons verbaasde was dus, er waren dus chauffeurs, er waren Engelse chauffeurs. En we werden toen naar Changi kamp gereden. En Changi was, nou ja, naar onze begrippen, een prachtig... Weids, hè, met gebouwen overal. En daar waren de Engelsen de baas. En je zag daar geen Japaner. En dat was in het begin gewoon een opluchting. Oeh, geen Japan om je heen. Hè. Eind 1942 zijn er in het Changi-kamp Britten, Australiërs, Brits-Indiërs, Nederlanders en Amerikanen. Er blijken grote verschillen te zijn in cultuur en mentaliteit tussen de nationaliteiten, die soms tot strubbelingen leiden. Maar in het begin was het natuurlijk wel even, tussen de Indische jongens en de Engelsen was het natuurlijk, ja, wij waren natuurlijk, tussen ons waren heel veel bruinen en donkerbruinen, hè. Dus in het begin was het dus nog wel eens, dan ging je wel eens op de vuist natuurlijk met elkaar, hè. Want ik bedoel, dat nam je niet als een Engelsman tegen je zegt van fucking halfkaas of zo, of bloody halfkaas, niet waar. Dan was het natuurlijk gelijk knal voor zijn kop en dan, daar praatte je niet over. En we hebben in Changi gezeten, in Singapore. En dan hebben we nog gevoetbald tegen de Engelsen en zo, en tegen de Brits-Indiërs. Dus we dachten, nou, we hebben hier ook een moordleven. En we zaten in de klappertuin. We konden klappers plukken zoveel we wilden. We're waiting for something to happen. The turns all out to Niemand weet wat de Japanners met hem voor hebben. Hoe het thuis is. Hoe de oorlog verloopt en hoe lang het gaat duren. Onzekerheid en verveling krijgen de overhand. En op één moment, toen werden we met z'n allen opgepakt en naar de treinen gebracht. En toen dachten we, we gaan benomen naartoe met die treinen. Dus zijn we 5 dagen lang in een goederenwagon naar Thailand gegaan. 5 dagen duurde dat. Wat ik me nog herinner, waren 35 man in zo'n wagon. Dus je kon wel met opgetrokken knieën zitten naast elkaar. En als je dan stijf werd, dan ging je staan. Overdag was het bloedheet in die wagons, want het was allemaal metaal. Hè. En dus verging je van de hitte. En 's nachts kon het behoorlijk koud worden. En onderweg, dat was dus toch wel een regeling die ze heel goed in elkaar hebben gezet, Jap. Onderweg kregen we eten bij bepaalde punten. Daar stond het eten voor ons klaar. Ja, in emmers alleen, hè. Maar we hadden ons etensbakje bij ons. Alleen we konden daarna niet wassen. Het etensbakje was weer vies. En water kregen we gelukkig wel, waardoor we dus met dat klein beetje water ons etensbakje konden wassen. Wat Hakkenberg en Bakker op die trein nog niet weten, is dat ze moeten gaan werken aan een spoorlijn. Een spoorlijn die de Japanners in staat moet stellen vanuit Singapore hun troepen in Burma veilig te bevoorraden. De aanleg begint in juni 1942 en er wordt van twee kanten gewerkt.
De arbeiders voor de Thaise kant worden met treinen aangevoerd, die voor de Burmeese kant met schepen. Arie Grendel is een van de eerste werkers aan de Burmeese kant. Met 1200 Nederlanders en 500 Britten wordt hij op Sumatra ingescheept en rechtstreeks naar Burma vervoerd. Grendel verwerkt zijn ervaringen in gedichten. De dekken zijn vettig en vuil. De voeten schuifelen traag en tasten een ladder omlaag naar een diepe, gapende kuil. Daar zullen we dagen en dagen elkaar moeten leren verdragen. Later worden die gedichten van Grendel geïllustreerd door marineofficier Wiets de Kroon. Ook hij wordt naar Burma gebracht, maar later en via Singapore. Net als Sipke Fokkens, die na een verblijf van 3 maanden in Singapore weer op transport gaat. 2 schepen volgens mij, ja. Ik weet wel dat we daar op die in de haven van Singapore, dat we daar in die ruimen terechtkwamen. Van de Niti Meimari. Het ging allemaal met een hele hoop lawaai en schelderijen en duwen en trekken, hooiden en slaan. En zo ging je die ruimen in. Maar dat, daar in die ruimen, dat was een hel, was dat. En je had amper geen ruimte om je benen te strekken als je nog eens een keer aan het slapen toekwam. Het kleine konvooi dat wordt gevormd heeft als bestemming Moelmijn Burma. Het bestaat uit 2 vrachtschepen die worden begeleid door een klein marinevaartuig. De Mujimaru heeft 385 Australiërs en 450 Amerikanen aan boord. De Nichimeimaru 1000 Nederlanders. De reis verloopt traag. Je wist, bij de Jappen wist je nooit waar je naartoe ging. Maar de mensen dus die daar verstand van hadden, die zeiden, we varen op de ogenblik die kant uit. En die kant moest dan Burma zijn. Om je behoefte te doen, kon je dus om beurten naar boven toe. En daar stonden van die hokjes. En nou, dan ging je gewoon je behoefte doen, ging overboord. En daar heb ik dus volgens mij geluk mee gehad. Dat ik op dat moment, dat de bommen vielen, dat ik daar aan dek was. Begin 1943 draait de geallieerde oorlogsindustrie op volle toeren. Grootscheepse tegenacties komen op gang. Belangrijk in de militaire strategie is de vernietiging van de Japanse transportvloot. Daartoe worden met toenemend succes onderzeeërs en vliegtuigen ingezet. De Japanse berichtencodes zijn gekraakt en de geallieerden zijn op de hoogte van de Japanse scheepsbewegingen, van de bestemmingen en van de ladingen. Ook het kleine konvooi van Sipke Fokkens en Wiets de Kroon wordt gevolgd. En de geallieerden geven opdracht actie te ondernemen. 15 januari, bij zonsopkomst, vertrekken van Pandaveswar in India 6 Amerikaanse bommenwerpers. Tegen het middaguur komen de 3 schepen in zicht. Met uitgezette motoren duiken de bommenwerpers van 3000 meter naar beneden, de zon achter zich. Nou, en dan ben je dus aan dek. En dan op een gegeven moment is een verschrikkelijke herrie is er en dan vallen die bommen. En de eerste keer dus. En toen, dan weet je niet wat er aan de hand is. En ja. Je hebt dus op een gegeven moment, toen kwamen ze nog een keer over, ja. En dat werd weer een voltreffer. Maar ik ben niet geraakt door scherven, want er zijn ook een hele hoop die door scherven geraakt zijn, die om het leven gekomen zijn, toen al. En die mensen die in het ruim zitten, dat kan ik niet navertellen, want ik zat niet in het ruim. Maar dat is paniek geweest, want iedereen die wou die trap op, ja. En wat me kan herinneren, dat er mensen waren die het kopje erbij hielden, want er waren ook mensen die durven niet te springen. Die durven niet te springen. En dat ze gewoon overboord geduwd hebben. Een geslaagde missie, rapporteert squadron leader Adams. We wierpen 54 bommen van 500 pond.
Eén schip van 7000 ton werd geraakt en zwaar beschadigd. De bemanning verliet het zinkende schip. Het tweede schip van 5000 ton werd bijna geraakt en waarschijnlijk beschadigd. Een klein marinevaartuig lieten we ongemoeid. En toen heb ik daar de hele middag in zee gelegen. Ik heb me bij mijn herinnering aan een balk vastgehouden en er zaten ook nog een paar gewonden aan. Toen die Japan, dat andere schip dus, dat werd ook gebombardeerd, maar die kreeg een niermister. En die is niet gezonken dus. En toen van dat schip af zijn de reddingssloepen gekomen. En dan moesten eerst de Japan allemaal opgepikt worden. Maar als je maar een hand uitstak en er dreven nou Japan, dan sloeg je ze er gewoon af. Maar uiteindelijk ben ik dus ook opgepikt. Ik denk dat s'avonds een uur of zeven was dat ik opgepikt ben. Ook Wiet de Kroon weet van boord te komen. Bij zijn tekening schrijft hij: een kwartier nadat we de Nishimei Maru hadden verlaten, stak het schip zijn boeg diep in de golven, maakte een rolling over stuurboord en verdween na een hevige ketelexplosie. Terwijl het schip naar de kelder ging, hieven Japanse drenkelingen een overwinningslied aan. Honderden Nederlandse drenkelingen zongen daarop uit volle borst het Wilhelmus, dat in tijden van nood heeft bewezen een krachtbron van onschatbare waarde te zijn. Na de drenkelingen te hebben opgepikt, zet de beschadigde Mojimaru met meer dan 2000 man aan boord koers naar Moelmijn. En toen zijn we in Moelmijn uiteindelijk van boord gegaan. En toen zijn we in een gevangenis terechtgekomen. Oude Engelse gevangenis. Ja, wat mij altijd bijblijft, dat je was totaal verkleumd en je had niks meer. En ik geloof dat ik daar ook eten in de hand gekregen heb. Die morgen en er zat een gevangenismuur omheen. En toen die zon droog kwam, 's morgens, dat je weer wat warmte kreeg. Een harde meester drijft ons voort met geeselslagen. We zijn weer slaven in een feodale tijd. De zieken worden achtloos aan de kant gedragen. De zwakken gaan vergeten onder in den strijd. De groep van Sipke Fokkens is niet de eerste groep die logeert in de gevangenis van Moelmijn. Eerder al verbleven daar duizenden Nederlanders als tussenstop op weg naar de spoorlijn. Een van hen is Otto Kreeft, die via Singapore naar Burma wordt gebracht en een dagboekje weet bij te houden. Later zal hij zijn herinneringen tekenen, om over te brengen wat hij niet kan verwoorden. In totaal worden 68.000 krijgsgevangenen aan het werk gezet en 160.000 Aziatische dwangarbeiders. Van de krijgsgevangenen zal een kwart het niet overleven. Van de dwangarbeiders sterft de helft. Er worden ploegen gevormd. Houtkappers. Taluutbouwers. Bruggenbouwers. Bielzenleggers. Spijkeraars. Langs het traject worden kampen aangelegd, vaak door de krijgsgevangenen zelf. Ik kwam in kamp 18. Dat was mijn eerste kamp. En daar begon de ellende. Ja. Ten eerste kwam je in die brakken, kwam je allemaal op bamboe dinges te liggen. En ook weer mannetje aan mannetje weer. Hè? Toiletten en zo, die waren er niet. Er waren sleuven in de grond. En dan als je s'nachts naar die sleuven toe moest, hè? Die zo met de Engels in de stront zat. Dat was een ellende, was dat. Dat was één ellende, was dat. De werkers voor Thailand worden vanuit Singapore met de trein aangevoerd. Hun reis is minder gevaarlijk dan de bootreis naar Burma. Maar de werkomstandigheden zijn zeker zo zwaar. Nou, en toen we daar aankwamen in Bangpong was het dus 's ochtends heel vroeg. En al die tijd eigenlijk niet geslapen, dus die was kapot eigenlijk. Hè? Wat ik me nog van herinner was, het was alles dan net alsof je een slaapwandelaar was. En toen kwamen we aan in ons eerste werkkamp.
Maar er was helemaal geen kamp, er waren helemaal geen barakken, niks, niks. Gewoon opengekapt stuk in het oerwoud. Er was één tent. Een beetje oude, verweerde tent. Dat was het hospitaal. Daar mochten dan de doodzieken in. En dat was dus het eerste kamp. En dan moest je maar gewoon een plaatsje zien te vinden. Het was nog droge moeson. Dat was dus nog niet zo'n ramp. Maar in de struiken of onder een boom of zo. Ja. En de volgende dag aantreden begon het werk. Toen begonnen eigenlijk dus de eerste echte zieken te komen. Pas in Kinsayo wist je dat je aan een spoorlijn moest werken. Maar het heel rare. We kwamen in Kinsayo aan en je kreeg geen gelegenheid om iets te maken daar of wat dan ook. Je moest afhangen en je werd meteen naar de plek van werkzaamheden gebracht. We moesten meteen gaan werken. En toen we terugkwamen waren al onze spullen kwijt. Gestolen door de Engelsen. Ja, ik zeg door de Engelsen, ik weet het wel zeker. Die verkochten het meteen aan de Thailander. Nou, en dat was 's morgens aantreden. Nou, het aantreden op zich was al een heel wat. Dat was al, ik weet niet, allemaal tellen en nog eens tellen. En dat moest in het Japans gebeuren. Maar dat was in het begin een strijd als je dus vooraan moest staan. Want er was nummeren, hè? Die stond met z'n drieën op een rijtje. En de voorste die moest het nummer roepen. Dus iedereen zat maar te dringen. Want die Japan namen, maar dat je Japans kende. Maar dat was niet zo. Ik kon er 10 halen, kan ik nog halen. Ichi, ni, san, si, go, rokkakyu, yu, hachi. Nou, maar als je dan boven de 10 komt, dan wordt het ook wel moeilijk. Ja. Ja, nog lachen we erom, maar dat was ellende. En slaan, hè. In de kampen ook, als je die Japan, als je maar een bewaker tegenkwam, dan moest je buigen. Nou, ik zal u vertellen, toen ik bevrijd ben, heb ik me voorgenomen. Ik buig voor geen mens meer. De meesten waren al door hun schoenen heen, dus die liepen al op blote voeten. En dan gingen naar het werk. En soms kon het de hele dag doorregenen. Dat was verschrikkelijk, die regen. En in die periode was het ook, was die opdracht van dat die spoorweg in oktober klaar moest zijn. Dus er werd ontzettend gejaagd. En dat was wat wij noemden over de hele spoorweg, de speedo time. Ja, maar dan gilden die Japanners, je hoorde de hele dag speedo, speedo. En er werd geslagen en zo. Extra geslagen. Want dat moest klaar, hè. Vrachten aarde dragen door de regenvlagen mag je alle dagen zonder schoenen aan. Ik heb me aangesloten bij een eenheid, bij een ploeg, met twee neven van mij. In Thailand was het echt een moedje om met 3 of 4 man, liever met 5 man te zitten. Als één ziek was, kon hij verzorgd worden door de 4 anderen. Doe je dat niet, dan ga je dood. Als je alleen wilt zijn, ga je dood. Het Japanse regime is meedogenloos. Wie niet werkt, krijgt geen eten. En op overtreding van de steeds wisselende regels staan lijfstraffen. Ik ben 3 dagen gerammeld door hun. Ik dacht dat ik dood ging. Zo keihard. Ze mijn hele bovenkaak kapot geslagen. Maar ik heb het toch gelukkig overleefd, hoor. Maar ja, het was mijn eigen schuld. Ik wou een blik olie stelen van de Jap. Blik klapperolie, hoor. Niet gewone olie, maar klapperolie voor te bakken en al die dingen meer. De krijgsgevangenen zijn niet de enigen die aan de spoorlijn werken. Om het karwei op tijd klaar te krijgen, worden 160.000 Aziatische arbeiders ingezet. Gedwongen of gelokt met mooie beloften. Ze worden nog slechter behandeld dan de krijgsgevangenen, krijgen geen medische hulp en sterven bij bosjes. En toen later, ik ben in kamp 18 ben ik begonnen en toen kamp 30 en toen kamp 100. In kamp 100, dat was de slechtste kamp wat ik meegemaakt heb. En toen viel er daar zoveel dooi en die moesten begraven worden. En
En dan moesten wij, omdat ik bij die houthakkersgroep zat, dan werden wij smiddags uit het bos geroepen en dan moest je de mensen begraven. En er was een groep die deed anders niks dan graven delven, op de slechtste tijd. En dan lazen op een rijtje, en vooral in de regentijd. Hè. Nee, wij hadden een blote bast, alleen een tjawatje om. En dan moest je die lijken oppakken. En dan bracht je ze naar het heuveltje toe. In mijn herinnering was het heuveltje. En nou, dan gingen ze het graf in. En was een oude manier, oude Sam. Ik kan hem zo voor de geest halen, die deed anders niks dan laddertjes maken. Twee bamboes met dwarslatjes. En er werden lijken opgebonden in een tiger. En dan lagen ze soms morgens op een rijtje. En in een slechte tijd lagen ze soms wel een stuk of 6, 7 op een rijtje. En die brachten wij naar smiddags naar het graf toe. Dat was de periode dat ik de wanhoop nabij was. En met steeds maar weer die doden die er vielen. Als je dan iemand begroef en je hoort dan een ander zeggen van... God, wat jongen, wat benijd ik jou. Je bent van een hoop ellende af. En ik bij mezelf dacht ook, ja, godje mijn, ja, hij heeft eigenlijk gelijk. Als ik daar ligt, dan ben ik vanaf. Maar eigenlijk wil ik dat niet. Want je wilt doorvechten, je wilt dingen. Aan de andere kant denk je, goh, dat is toch heerlijk. Dan kan je blijven slapen. Ik bedoel... Het percentage doden bij de verschillende groepen loopt sterk uiteen. De Aziatische dwangarbeiders staan bovenaan met 1 op 2. Dan komen de Britten met 1 dode op elke 3. Gevolgd door de Australiërs, 1 op de 4. De Amerikanen halen 1 op de 5. En de Nederlanders komen er het best vanaf met 1 op de 6. Dat relatief lage percentage danken de Nederlanders aan hun tropenervaring. Veel knilmilitairen zijn in de tropen geboren en de eigen artsen hebben ruime ervaring met tropische ziekten. Die Amerikanen in Burma zijn overlevenden van de kruiser Houston die bij de slag in de Javazee tot zinken werd gebracht en militairen van een op Java gestationeerd regiment veldartillerie uit Texas. There was one thing that they made clear to us to begin with, that you are the property of Japan, that you are slaves. If it's a field, you had to go ahead and put the dirt up on the field, even though you tracked about a third of it down, rain washing the dirt down. We still worked 12 hours a day. Onder de Amerikanen is geen arts, maar ze weten de Japanse commandant te bewegen hen een dokter toe te wijzen. Dat kost ze 2 horloges en ze krijgen daarvoor de Nederlandse arts Henry Hacking. Tom Wright wordt aangewezen als zijn assistent. Come with me. And so I went with him and he turned me over to a Dutch doctor, Hacking, who had joined our outfit. They bought him for a wristwatch and a pocket watch from the Japanese. Doc Hacking werd op Java geboren en ging met een beurs van het leger in Nederland studeren. Op buitenposten in Nederlands-Indië deed hij ruime ervaring op door ook de bevolking te behandelen. Van zijn Indonesische grootmoeder leerde hij: als de natuur je ergens ziek maakt, geeft ze daarvoor ook de medicijnen. Ook in Burma weet hij met planten en kruiden veel te bereiken. Dr. Hacking zet Tom Wright ertoe aan de hygiëne grondig in acht te nemen. The first thing I had to do was to clean him up. He was just a mess. And Doc said, really, I don't think he's gonna last. I don't think he's gonna make it. But nevertheless, our job is to do everything we can for the patient. I said, that's right, Doc. He said, I don't want to see him till he's cleaned up. Otto Schwartz is een overlevende van de kruiser Houston. Ook hij krijgt te maken met Dr. Hacking. But the one disease that we dreaded the most was tropical ulcers. Tropical ulcers were the result of a scratch or a bug bite or some pimple or something. And within days it would turn into a huge festering sore. Well, these sores would fester and start to eat away and grow and grow and grow until they actually would eat away all of the flesh and ligaments and everything right down to the bare bone. The only treatment that they had for them was something that the Dutch, who were used to the jungle, told them, and that was to take a spoon
and sharpen the edge of the spoon and hold the guy down and scrape all the diseased, pussy flesh out right down to the raw meat, and then keep doing that until hopefully you would stop the spread of the disease. Ik heb één jongen gekend, daar hebben ze het been geamputeerd. Dat moest op een gegeven moment. En dat gebeurde ook met primitieve middelen. Wat ze ook wel deden. Dan lieten ze maden in de wond lopen. Hè? Want maden die vreten de rommel weg. Hè? En je had niks. De gezondheidssituatie in de kampen is uiterst slecht. De eigen artsen staan voor een onmogelijke taak. Ze hebben geen medicijnen en geen instrumenten. En de zieken worden door Japanse artsen weer aan het werk gezet voor ze zijn genezen. Toch wordt de streefdatum gehaald. Op 17 oktober 1943, na 16 maanden en 115.000 doden, is de spoorweg gereed. Dan begint het Japanse offensief tegen de oprukkende geallieerden. Dag en nacht reden die treinen in het begin. Allemaal naar het front in Burma. Want wat was voor dat grote offensief wat ze ingezet hadden om India te veroveren? Het was heel druk. En toen dachten we ook van, ja, maar wanneer komen die bommenwerpers? Het is nu toch klaar en ze moeten toch in de buurt zijn. Na het gereed komen van de spoorlijn worden de krijgsgevangenen geconcentreerd in grote kampen. Er worden onderhoudsploegen gevormd en er worden mensen afgevoerd. Terug naar Singapore, door naar Indochina of naar Japan. En zodoende ben ik eigenlijk uit die groep van mij weggehaald. Die gingen dus terug naar de spoorlijn en die hebben een goed leven gehad. Maar ik ging naar Japan en ik had een slecht leven. Want ik vind Japan toch wel de slechtste tijd in mijn leven. Felix Bakker wordt ingedeeld bij een onderhoudsploeg en is getuige van steeds zwaardere aanvallen op de spoorlijn. En ik weet nog precies, 8 december 1944 zag ik voor het eerst die Amerikaanse bommenwerpers overkomen en laag. En door het gaten in het bladerdak zag ik op een gegeven moment toch wel die ster op dat blauwe cirkel. En we wisten dat zijn Amerikanen. En wat bleek toen, dat verderop in Kui hadden ze een trein te pakken genomen. En in die trein zaten ook krijgsvangen, op die trein zaten krijgsvangen. En in de trein zaten de Japanse troepen. Zo was het transport dan meestal. En dan zaten wij boven op het dak en de Japanners onderin in die goederenwagons. Sipke Fokkens wordt afgevoerd naar Indochina om daar in de haven van Saigon te werken. Allerlei geruchten gaan er dan rond en toen ging het gerucht dat die Jappen die moesten op een gegeven moment de krijgsgevangen kwijt en we werden afgevoerd ergens naartoe en dan zouden wij allemaal afgemaakt worden. Het verhaal ging dus, er waren diepe kuilen waren gegraven en daar zouden we dan wat strooien ze eraan over? Ongebluste kalk. Ongebluste kalk, ja. Dat was het verhaal. Werden we allemaal in die tongkangs van die kleine bootjes, gingen we aan boord. En toen, iedereen zei van, oh, je wordt afgevoerd naar waar ik even kwijt ben. En dat zou dan gebeuren. Maar op een gegeven moment, toen draaiden ze om en toen gingen we weer terug. Weer naar de haven, in Saigon weer. En toen kwamen we daar aan. En toen bleek dat we bevrijd waren. Op verschillende tijdstippen en op vaak onduidelijke wijze horen de krijgsgevangenen dat Japan zich onvoorwaardelijk heeft overgegeven. Aziatische dwangarbeiders vertrekken. Amerikanen, Britten en Australiërs worden snel gerepatrieerd. Maar de Nederlandse militairen blijven nog maanden achter in de kampen. Omdat in Indonesië een onafhankelijkheidsstrijd is uitgebroken. Begon half oktober alweer een militaire training. Dus we kregen 3 maanden militaire opleiding weer. Dus daar werden we getraind voor ingezet te worden in Indonesië. Want daar was de revolutie uitgebroken. Daar was moord en doodslag, plundering, noem maar op.
Lang blijven de bevrijde militairen in onzekerheid over leven en verblijfplaats van hun dierbaren. Het ontstane gezagsvacuüm in Indonesië dwingt vrouwen en kinderen in hun kampen te blijven, waar ze door Japanners beschermd moeten worden tegen Indonesische bendes. Pas in maart 1946 mogen Nederlandse troepen aan land om de orde te herstellen. In Burma en Thailand blijven ruim 3000 Nederlanders achter. En met hen 10.000 geallieerden en bijna 100.000 Aziatische dwangarbeiders. Voor Felix Bakker, Sipke Fokkens, Giovanni Hakkenberg, Han Hekking, Otto Kreeft, Wietse de Kroon en voor vele anderen begint een nieuwe oorlog. Ook die zal 4 jaar duren en daarbij zullen 5000 Nederlanders sneuvelen. Wietse de Kroon en Henry Hekking ontvangen voor hun verdiensten in krijgsgevangenschap de Verzetster Oost-Azië. Giovanni Hakkenberg zal voor zijn inzet in Indonesië de militaire Willemsorde ontvangen.